mag ik van harte welkom heten natuurlijk de minister van Financiën, de heer Rangobarsin, de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Somoharjo, meneer Dorini, die moet er ook zijn, maar die is er nog niet, dus die zien we zo direct binnenkomen. Mevrouw Menke van het Planbureau, vergeeft u me even niet de volgorde van de zitting. Mevrouw Dwarkasing van het Bureau voor de Staatsschuld, de heer Hassan Khan, hij is voorzitter van het onderhandelingsorgaan. En dan hebben we nog één meneer aan het einde van de tafel, meneer. Meneer Djumanbaks, neemt u me niet kwalijk, meneer Djumanbaks. Ook van het onderhandelingsorgaan samen met meneer Hassan Khan. Welkom, sprekers en natuurlijk welkom de pers. Mag ik het woord direct geven aan de minister? De minister zal een korte presentatie aan u voorhouden. Hij is de enige die een presentatie heeft. Dus... Oh, oké. We geven het woord aan de gasten. Minister Somoharjo. Bedankt MC, collega Financiën, leden van de pers, ook namens mij. Bedankt voor de komst, zo op een vrijdagmiddag. Ik zou denken dat we als overheid voorop staan in het bezuinigen, want alle airco's staan uit. En ik zie jullie allemaal zweten, dus op verzoek van Starnieuws gaan we het kort en bondig houden. Laten we vooropstellen dat we middels deze persconferentie niet uit zijn op een confrontatie met de vakbondsleiders. Het zijn juist deze vakbondsleiders die ons mede hebben geholpen om de economie weer op rails te krijgen, om de economie te kunnen hervormen. Dus we zijn niet uit op confrontatie. We hebben deze persconferentie belegd om ervoor te zorgen dat iedereen de juiste informatie heeft. U kent het, soms kan er onbewust verkeerde informatie worden verspreid en dat willen wij, voorkomen. Ons bod is duidelijk geweest. U heeft het gezien in het parlement zo net en straks gaat u het zien van de andere financiële instituten. Een verhoging is niet wenselijk, maar een excessieve verhoging van de loonkosten zal onacceptabel zijn. En dat betekent dat de offers die het volk heeft gebracht de afgelopen jaren we in de prullenbak kunnen gooien en dat gaan we als regering niet toelaten. Ons bod is dus duidelijk. Wij willen 4000 SED netto geven in de maand december. We willen vanaf januari tot en met de maand juni de 2500 SED laten doorlopen. En daarboven op de bezoldiging plus die 2500 SED 8%. Ik heb ook in de wandelgangen gehoord dat die 2500 SED als vanzelfsprekend was, al was goedgekeurd. Maar dat is, wat ik net zei, verkeerde informatie. De overeenkomst voor de 2500 SED koopkrachtversterking verloopt eind november. Nogmaals, wij begrijpen ook dat de vakbondsleiders onder druk zitten. Nogmaals, wij erkennen ook dat zij ons hebben geholpen om weer on track te komen met de financiën. Daarvoor zeggen wij ook, wat maakt het azijn zuurder? Over 12 maanden zijn we klaar met het IMF. En dan heb ik graag dat de vakbondsleiders wijsheid prevaleren, rationaliteit prevaleren en toch deze aanbod accepteren. Want als ze dat niet doen, betekent dat wij als regering niks kunnen geven. We kunnen geen 4000 SED netto geven in de maand december. De maand december, wat voor ons Surinamers anders dan de hele wereld, maar voor ons Surinamers echt de maand is. Dus als ze het niet accepteren, kunnen wij die 4000 niet geven. En als ze het niet accepteren, kunnen wij het 2500 niet doortrekken tot en met juni. En kunnen we geen 8% bezoldiging geven. En daarnaast blijven wij doorpraten. Dus ik hoop nogmaals, het zijn de leden die beslissen, dat de leden onze vakbondsleiders overtuigen om toch het aanbod aan te nemen. Dat was een korte voorwoord. Ik ga mijn collega vragen om de presentatie te doen. Kunnen we wat minder licht hebben? Kunnen we de... Ja, ja. Ja, als de verlichting wat uit kan, dan kunt u dat beter zien. Moeite met filmen. Oké. Moet het weer aan? Ja. We hebben deze informatie aan de vakbonden
en aan het tripartiet overleg. En ze hebben het ook aan de Nationale Assemblée laten zien. En we hebben kort geleden bij de president gezegd, toen we de schuldenpositie bespraken, laat me laten zien wat het betekent een maandje elke dag op het ministerie van Financiën bij de betaaldienst. Bij wat er gebeurt. Wat gebeurt er met betalingen, met gelden bij het ministerie van Financiën. En dit is niet het complete beeld, maar dit is het complete kasbeeld wat hier bij Financiën speelt. We hebben dit gedaan om te laten zien dat als de regering zegt van de ruimte is krap, we moeten proberen om samen eruit te komen en elkaar steunen, want het is niet voor iedereen makkelijk, willen we laten zien hoe dat vanuit Financiën gaat. In de eerste week van elke maand, we zitten nu in de eerste week van deze maand, wat gebeurt er op het ministerie van Financiën? Dan moeten we 150 miljoen beschikbaar hebben voor inhoudingen op salarissen. Dat zijn alimentaties, schuldaflossingen, betalingen. In feite zijn dat salarissen die ingehouden moeten worden en die Financiën ten behoeve van de ambtenaren uitbetaald aan derden, 150 miljoen. In die eerste week moeten we 28 miljoen beschikbaar stellen. Dan moeten we ook geïnd hebben voor schoolvervoer. In die eerste week moeten we 221 miljoen beginnen te sparen, zodat we tekorten bij het SZF kunnen betalen. En dit is een vrij groot bedrag. Gelukkig gaat dat bedrag omlaag en is het SZF met volksgezondheid bezig om een deel van de efficiëntieverbeteringen bij het SZF om te buigen naar medicamentenvoorziening. Maar 221 miljoen per maand betekent per een van de 30 dagen in de maand 7,5 miljoen per dag. Elke dag 7,5 miljoen. Dan pensioeninhoudingen, we moeten die inhouden en die moeten afgedragen worden zodat die pensioenen ook betaald kunnen worden. Dan is de eerste week voorbij en dan in die eerste week moet 400 miljoen aan geld moet ontvangen zijn om betaald te kunnen worden. Dan komt de tweede week, dan heb je betaling pensioenen. 90 miljoen moet betaald worden aan pensioenen, dus dat geld moet ontvangen worden. Ressus moeten betaald worden, operationele kosten die van de staat. Die worden wekelijks uitbetaald voor 180 miljoen in de maand. En dat gaat om vuil ophaal, arrestantenvoeding, huur, onderhoud, telezuur, SWM, brandstof. Al die dingen zitten daaronder. 180 miljoen per maand. Meer dan 5 miljoen per dag, 6 miljoen ongeveer. Dan inloop van achterstanden, betalingen, subsidies. Dit zijn achterstallige betalingen die uit het verleden, die zitten op de staatsbegroting. Als je dat maal 12 doet, praat je over heel veel geld, bijna een miljard aan achterstallige betalingen op jaarbasis. En wat je hier ziet is dus, als je 100% begroting hebt, wil je 100% van je huidige begroting wil je voldoen, maar je moet daarbij nog 50%, ik noem maar een bedrag, 50% van schulden uit het verleden doen op diezelfde begroting. Dat lukt niet. Het lukt niet om met 100% geld 150% aan kosten te betalen. En dat maakt dat het dus ook krap, voortdurend krap is, totdat we al die schulden hebben ingelopen. Dat gaat nog even duren. Dan is de tweede week voorbij, dan gaan we naar de derde week in, op het ministerie van Financiën. En dan ziet u dat in de derde week dat we de financiële bijstand uitbetalen aan de zwakke huishoudens, 29 miljoen, AOV 90 miljoen, onderstanden 7 miljoen, subsidies aan instellingen 65 miljoen, dat zijn salarissen, operationele kosten, Anton de Kom, universiteit, nationaal vervoersbedrijf, bus- en bootvervoer voor scholieren in de derde week. In de vierde week moeten we salarissen betalen. U ziet daar een bedrag van 609 miljoen staan, maar als je daar die 2500 bij optelt en de posten 1 en 13, want dat zijn ook onderdelen van het salaris, komen de salarissen per maand op 814 miljoen deze maand. Dus daar staat 813, deze maand was dat 814 miljoen. Dat is een zaak die niet te trekken is. Dus hier moet echt iets in gebeuren.
inhoudingen SZF-ambtenaren die overgedragen moeten worden, 54. We moeten aannemers betalen 50 miljoen per maand. Het Social Beneficiary Program, die 1800 SRD per maand voor de begunstigden, 90 miljoen. Dan moeten er nog achterstallige schulden betaald worden aan lokale aannemers. En dat brengt het totaal aan deze kosten op ongeveer 1,833 miljard. Hierin zitten geen aflossingen aan de IDB, hierin zitten geen aflossingen aan bondholders, geen aflossingen aan India, China, geen aflossingen aan een heleboel kosten zitten hier niet in nog. Maar dit is wel het plaatje wat we gewoon op kasbasis nodig hebben. In deze kosten zitten ook nog niet onvoorziene zaken, calamiteiten, vonnissen, geen kosten voor ambassades, die $1,5 miljoen US dollar per 2 maanden, geen betaling van commissies en dergelijke. Maar dit is wat we nodig hebben. Sorry. Dit is wat we nodig hebben, 1,803 miljard. En we hebben aan inkomsten 1,400 miljard. Wij komen dus maandelijks 433 miljoen tekort. Dit is een probleem. Dit moet opgelost worden. Dit moet opgelost worden door bezuinigingen binnen de overheid. Het moet opgelost worden door meer inkomsten. Ik denk dat het goed is dat we u dit voorhielden. Het tweede wat we u voorhouden is die 1800 SRD. Die 1800 SRD is zeer nauwkeurig berekend. Het is niet net de vingerwerk geweest. Van die 1800 alleen zou niemand kunnen leven. Dat is een veel te klein bedrag. Maar die 1800 is wel zo dat wie een minimuminkomen heeft en die 1800 erbij krijgt, dat die enige compensatie krijgt voor zijn levensonderhoud. En u ziet, het heeft 7 posten die goed berekend zijn, nauwkeurig. Post 1 voor brandstoffen. Als arme mensen een auto hebben en die tanken 40 liter per maand, dan zouden ze met die 200 SRD voor die 40 liter een prijsverhoging van 5 SRD kunnen hebben op per liter. Zeg je dat het een prijsverhoging van 2 SRD 50 is, dan is het 80 liter per maand. Hier is dus een compensatie voor arme mensen die een auto hebben, dat ze in de brandstofkosten 200 SRD per maand een tegemoetkoming krijgen. De subsidie die afgebouwd wordt nu bij EBS, 260 SRD wordt volledig afgebouwd. Iedereen gaat hem betalen, maar via deze subsidie van 260 krijgen de armste mensen krijgen die dat basistarief voor elektriciteit krijgen ze volledig terug in die 1800. Verder krijgen ze... Verder krijgen ze de 25 SRD aan basistarief bij de SWM, krijgen ze volledig terug. U ziet dat bij kookgas de armste mensen in die 1800 142 compensatie krijgen. In feite is dat de prijs ongeveer van een gasbom nu. Je zou kunnen zeggen, voor de armste mensen wordt volledig 1 gasbom per maand gesubsidieerd. Volledig. Terwijl de bedoeling was dat die subsidie afgebouwd zou worden. Voor de prijsstijging in basisvoeding is 500 SRD opgenomen. Hier voor transport nog een keer 223. Als je dat optelt bij die brandstofkosten aan de bovenzijde van 200, is er voor transport 423 per maand aan compensatie gegeven. En dan voor medische zorg 450. Dat geeft ongeveer die 1800 per maand. Wat ik eerder zei, je kan hier niet van leven, maar het is wel zo dat het arme mensen behoorlijk helpt. Het is goed doordacht. Het is niet even uit de natte pols met een natte vinger berekend. Het is goed doordacht en het wordt gegeven. U zag in dat plaatje daarboven de kosten 90 miljoen per maand. Minimaal. Wij denken dat het goed was dat we u deze 2 tabellen laten zien. Ik laat u nog eentje zien, die hebt u niet gekregen. In de afgelopen maand, dit is de situatie per 21 september, anderhalve week geleden. U ziet hier de inkomsten bij een van de banken. De ontvanger der invoerrechten en accijnsen, 100 miljoen komt binnen. U ziet bij een andere bank 287 miljoen, maar het ligt onder beslag. Dus we kunnen niet aan het geld komen. Er is echt een klein beslag op dit. Soms zitten er 20 miljoen, 30 miljoen, 40 miljoen onder beslag. En je 287 miljoen zit vast.
U ziet hier de ontvanger der directe belastingen, 300 miljoen. Dus de mensen die de indruk hebben van wat doet die belastingdienst, wat doet de douane, die inkomsten komen binnen. 21 september was het plaatje als volgt. We hadden 860 miljoen beschikbaar. Dit is het bedrag wat u hier ziet. Totaal beschikbaar en verwachtbaar. Maar onze uitgaven voor dat moment die zaten op 1 miljard 51 miljoen. We kwamen 200 miljoen tekort. Dat was de reden waarom we op 25 september morgens nog niet zeker waren of de salarissen deze maand op tijd betaald zouden kunnen worden. Dat was de derde keer dit jaar dat dat gebeurde. En ik denk dat het dus ook goed is dat dit soort informatie u bereikt. Deze tabel heb ik u niet gegeven omdat daar namen van banken en zo in staan. Dat is, laat me zeggen, het is goed dat u in de gaten hebt hoeveel kunst en vliegwerk het vereist om de eindjes aan elkaar te knopen en van dag tot dag te berekenen en ervoor te zorgen dat we door kunnen gaan en dat iedereen verder kan. Dat de waterleveranciers hun geld krijgen, dat de vuilophalers hun geld krijgen, dat de ziekenhuizen hun geld krijgen. Iedereen een beetje, zodat hij verder kan, totdat we die schulden hebben ingelost. Ik denk dat dit... U hebt het op papier, u kunt het rustig nakijken. Ik denk dat hiermee mijn rol vervuld is. Ik wil hierbij zeggen dat de vakbonden inderdaad vragen om wat kan de regering bieden. Wij moeten zorgen dat we door kunnen blijven gaan met dit land besturen. En iedereen de kansen geven. En dat als we iets bieden, dat het eerlijk geboden is en dat het niet is dat we niet zouden gunnen. Bij alle voorzieningen die we getroffen hebben tot nu toe, is het goed om in herinnering te brengen dat de belastingvrije grens die in 2021 op 220 SRD zat, dat die in 2022 is opgetrokken naar 4000, bijna 20 keer meer, en dat die een jaar later opgetrokken is naar 7500 belastingvrije grens. En dat zijn voorzieningen die de staat geld kosten, maar die de staat met genoegen teruggeeft aan arbeiders, zeker aan medewerkers, ambtenaren, arbeiders, medewerkers, zeker aan de onderkant van de loonstructuur, om meer ademruimte te krijgen. En het is de regering ernst om daar waar het kan die ruimte te bieden, zoveel als mogelijk, maar wel op een manier dat je niet de economie en de stabiliteit die geschapen wordt kapot trekt. Dan is dat mijn bijdrage. Dank u wel, minister. Ja, de lichten mogen aan. Meneer Dorin, u bent een beetje later aangeschoven. Welkom. Het is uw spreekbeurt op dit moment. Mag ik u een microfoon geven? Ja? U mag anders ook hier komen staan, hoor, als u het prettiger vindt. Ja, nee, geen probleem. Ja, goedemiddag van mijn kant. Ik heb gelezen, ik heb begrepen waar het over gaat. En het is natuurlijk geen makkelijke situatie voor de minister, maar ook geen makkelijke situatie voor het land. Wel, wij zijn nu in een fase waarbij ik tekenen zie dat het de goede kant op gaat met de economie. Trouwens, het is ook aangegeven bij die derde review van het IMF. En ik praat niet de taal van het IMF, ik praat de taal van wat ik zie bij de centrale bank, wat ik zie aan cijfermateriaal. Dat is de taal die ik praat. En wat zegt die cijfers mij? Ik zie dat er groei is in de economie. U moet beseffen, we zijn in 2020. In 2020 hadden we een negatieve groei van 16%. Ik denk dat velen van u misschien nog niet kunnen vatten wat een negatieve groei is van 16%, wat dat betekent. Maar in ieder geval, zonder dat je beleidsmaatregelen hebt doorgevoerd,
was je al arm. Want 16% betekent dus dat er een veel kleiner koek beschikbaar was om te verdelen. In 2021 is die groei met nog eens 2,7% gedaald. Dus totaal 18,7% al. Een enorme terugval. Ik heb gekeken naar cijfers vanaf 1957 tot en met 2021. En die negatieve groei die we hebben gehad in 2020 heb ik nooit gezien. Het blijkt uit geen van de andere jaren tussen 1957 en 2021. Dus u moet beseffen wat dat allemaal betekent, dus die terugval. We hebben te maken met een overheidstekort van 13,2%. Ik vroeg aan de vorige minister, slaap je 's avonds? Hij zegt maar, ik slaap gewoon. Maar weet je wat dat betekent? Om van 13,2% te moeten gaan naar 3-4%. Het is enorm. En zoiets kan je nergens ter wereld pijnloos doen. Of als je het pijnloos wil doen, dan moet Bill Gates of Zuckerberg of Elon Musk jou een flinke donatie geven. Maar en als zou de die rijke mensen jou een flinke donatie geven, het is misschien maar voor een jaar voltooid. Want dan heb je nog geen enkele maatregelen getroffen om de situatie te corrigeren. Maar in elk geval, gaan van 13,2% naar 3-4% is niet makkelijk. Het is een proces dat enorm veel offers vergt van de bevolking. Enorm veel offers. Is niet makkelijk. Want waarom? Je gaat uitgaven moeten verlagen en je gaat inkomsten moeten verhogen. En wat anders moet je de inkomsten halen om je begroting in evenwicht te brengen? Bij de bevolking. Wij zijn Surinamers dus. Wij hebben dat gedaan en wij moeten het weer corrigeren als Surinamers, toch? Wel nu, de regering heeft heel wat dingen gedaan. En vanaf 2020, is men al begonnen om bepaalde dingen te doen. U kent dat die solidariteitsheffing nog, intussen afgeschaft. Maar u ziet het ook aan die BTW en aan al heel wat andere maatregelen. Wij vanuit de Centrale Bank, wij volgen al deze dingen op de voet. Want waarom moeten we dit doen? Wel, willen wij uit de situatie geraken waarin we nu zijn beland, dan moet er sprake zijn van een enorm goede coördinatie tussen het ministerie van Financiën en de Centrale Bank. En die coördinatie op dit moment loopt heel goed. Want met behulp van die coördinatie willen we ervoor zorgen dat er geen verstoringen gaan vanuit financiën, vanuit het fiscaal beleid, dan wel het monetair beleid naar de economie. En die verstoringen zijn, vanaf mij hebben we die verstoringen niet gezien. Maar laat mij u dit vertellen, wat de samenleving misschien nog niet weet en wat misschien veel economen of veel experts nog niet weten. In dat IMF-programma is de wisselkoers wat wij noemen een schokkenbreker. Wanneer schokken worden gegeven aan de economie, is het de wisselkoers die de schokken moeten opvangen. Voordien was het de monetaire reserve die als schokkenbreker moest dienen. Wanneer er schokken was gegeven aan de economie, toch, via looncorrectie, al die soort dingen, werden die schokken opgevangen door de monetaire reserve. Want je weet, als je looncorrectie geeft, geef je een impuls. Een schok aan de economie, een impuls. En zo'n impuls, zo'n schok, gaat zich vertalen in de betalingsbalans. En wat krijg je? De consumptie gaat omhoog. En als de consumptie omhoog gaat, gaan onze importen ook omhoog. En indien onze importen omhoog gaan, moet het zo zijn dat we voldoende deficit hebben om die importen te kunnen dekken. En als we die deficit niet hebben, dan gaat dat zich vertalen in koersontwikkeling. Dus vandaar dat we zo huiverig zijn, toch? Indien bepaalde gesprekken worden gevoerd. Want wij zeggen vanuit de Centrale Bank, laten we alles doen om geen schokken te laten uitgaan naar de rest van naar de economie meer. En wat wij als bank zien, trouwens, u merkt het ook,
dat er nu sprake is van een relatieve rust op het front van de wisselkoers. Wij zien dat de betalingsbalans van Suriname het niet slecht doet. Wij zien dat de inflatie nog hoog is, maar lager dan 2022. En ons doel is om de inflatie omlaag, verder omlaag te krijgen. En dat kunnen wij wel. Want wij denken dat de maatregelen die de regering heeft getroffen, ook voor dit jaar, dat die maatregelen tegen eind dit jaar, eind eerste kwartaal volgend jaar, al volledig is uitgewerkt. En dat wij dan naar rustige vaarwater gaan. De internationale reserve van ons, die heeft een goede positie. Is ruim. Er is groei voor dit jaar, 2,1%. En 2,1% voor dit jaar. En dit is iets dat ons ook bezighoudt op de bank. Dus vandaar dat we ook intern zaken hebben besproken om de groei van de economie een sterker impuls te geven in 2024. En dat willen we doen middels bouw en constructies te stimuleren. Om terug te komen op die schok. Wanneer nu een schok wordt gegeven aan de economie via looncorrectie, kunnen wij vanuit de centrale bank, zouden wij vanuit de centrale bank die schok moeten zien op te vangen middels OMO. En OMO is zo vaak negatief besproken zonder het goed te hebben begrepen. Maar OMO is niet toereikend alleen om die schok op te vangen. Dus in feite zou je ook nog valuta interventie moeten hebben. Maar u moet weer begrijpen, valuta interventie in dat programma dat we hebben met IMF is bijna geen optie. Omdat die valuta interventie kunnen we alleen doen bij een bepaald punt. En wat we zien is dat dat punt zich in de praktijk weinig voordoet. Dus in feite hoeven we niet te rekenen op valuta interventie toch, om schokken weg te werken. En als OMO alleen niet in staat is om die schokken weg te werken, dan krijg je weer de pop aan het dansen. Krijg je weer koersontwikkeling. Hemelsnaam. En als je koersontwikkeling krijgt, als de koers zich weer gaat bewegen, is onze hele inflatieprojectie die we in gedachten hebben, van de baan. En dat moeten we voorkomen, want we kunnen twee dingen doen. De regering gaat in op eisen die vakbonden stellen. En we krijgen weer dus die hele instabiliteit. En de andere optie is dat wij ervoor zorgen dat die stabiliteit blijft. Met die verstande dat wij een zodanige oplossing moeten vinden dat schokken uitblijven. Dus het is aan de samenleving of aan de vakbeweging om te kiezen welke van die twee opties. Maar ik kies voor de tweede optie. Een zodanige oplossing vinden dat schokken achterwege blijven. Want het heeft mij, maar ook de governor, toch slapeloze nachten gegeven om te weten wat moeten we doen nu, want we kunnen niet interveneren. En vorig jaar, dit jaar, begin april dit jaar, zijn we met de banken overeen gekomen. Banken, luister. Wij willen dat vanuit de bankaire sector, vanuit de kredietverlening, geen schokken moeten uitgaan naar de economie. Dus wat belangrijk is, banken, je moet inleveren. Iedereen, alle stakeholders moeten een bijdrage leveren. En de banken hebben het heel goed gedaan hoor. Vanuit de bankaire sector, ik kan je zeggen, de kredietverlening is echt gebleven onder de doelstellingen die we hadden voor de groei van de kredietverlening. Vanuit de fiscale sfeer, vanuit het ministerie van Financiën, zien we dat het heel goed gaat. Er is goed overleg tussen financiën en de centrale bank. Elke week, elke vrijdag komen mensen van de centrale bank en financiën bijeen om te praten over in feite de voornemens van de regering voor wat betreft uitgaven en inkomsten. En het gaat wel goed. En niets, kijk, ik ben nu heel ontspannen. En die ontspanning komt van het feit dat we geen schokken zien voor de economie. Want de schokken die zijn al uitgewerkt. En je ziet het aan de koers die min of meer stabiel is gebleven. Maar indien we niet willen luisteren. En dit is ook gebeurd in het verleden al. Dus dat looneisen zijn ingewilligd
Ik noem steeds weer 2002. Er is een looncorrectie daarover ingekomen van 65%. De koers die 2200 was, is toen gegaan naar bijna 3000. Om vervolgens te zakken naar 2750, 2800. En dat moeten we niet hebben weer. Want als we dat hebben, hebben we 3 jaar offers gebracht voor niets. Het is up to the society, het is up to de vakbeweging om ervoor te zorgen dat de samenleving bespaard blijft van de ellende die aanpassingen met zich meebrengen. Dus dat is mijn bijdrage. Dank u wel, meneer Dorini, heel duidelijk. Mag ik het woord geven aan mevrouw Menke van het Planbureau? Wilt u... Goedemiddag. De minister heeft ons gevraagd om de eisen van de vakbeweging na te rekenen en te kijken wat de impact zou zijn op inflatie en het begrotingstekort. En we hebben de eis van 2500 extra hebben we berekend, maar we hebben ook een aantal andere varianten berekend. 500, 1000, 1500, 2000 en dan 2500. De conclusie is dat als je mee zou gaan met de hoge eis, dat je dan de maatschappelijke geldhoeveelheid enorm toeneemt. Maar de impact op de inflatie zou bijvoorbeeld in 2023 een extra 2,9% opleveren, waardoor we op een gemiddelde zouden komen van ongeveer 56,3% voor dit jaar. En voor volgend jaar een extra 9,5%. Wat belangrijk is, is dat ook het begrotingstekort extra toeneemt met ongeveer 2,3%. En dat de extra uitgaven ongeveer 3,7 miljard extra zouden bedragen. Dus ons voorstel is om de zaken stapsgewijs aan te pakken. En dus een betere spreiding en niet alles in één keer toe te kennen. Dat zijn de voorlopige resultaten van dus de exercities die we hebben uitgevoerd. De microfoon die schuift door naar mevrouw Dwarkasien van het Bureau voor de Staatsschuld. Dank u wel. De microfoon was al aan. Dank u wel. Ja, dank u wel. Goedemiddag iedereen. De minister heeft me gevraagd om aan u te presenteren wat er gebeurt als het IMF-programma niet doorgaat. En wat er gebeurt met de staatsschuld. Ik moet u zeggen dat de staatsschuld per eind augustus hoog is, $3,2 miljard. En dat is geen kleine schuld. Zeker niet als je het vergelijkt met onze kleine economie. En onze economie en hoeveel inkomsten deze kleine economie genereert in een jaar tijd. Dat is een hele hoge schuld. En we moeten dus proberen om die schuld aan te pakken. En een belangrijk onderdeel van het IMF-programma is die schuld te herstructureren. In 2020 zijn we gestopt om een heleboel schulden te betalen. Omdat als wij dat niet gedaan hadden, alle inkomsten zouden gaan naar schuldaflossingen. Op dit moment, op die $302 miljard schuld, is om en bij 615 miljoen achterstallige betalingen. En daarvan is om en bij 160 miljoen achterstallige betalingen, niet alleen maar aan buitenlandse crediteuren, maar ook aan binnenlandse crediteuren. Er zijn een heleboel banken die we nog moeten betalen. Er zijn ook pensioenfondsen die we moeten betalen, bedrijven die we nog moeten betalen. En dat moet allemaal nog geschieden. Ik moet zeggen, we zijn bezig de schulden te herstructureren. Het kost ons heel veel moeite om met de buitenlandse crediteuren te komen tot de herschikking. Om ze te vragen van, kunnen wij
de aflossingen zodanig verspreiden dat we in de komende 2-3 jaren verlichting hebben en dat we dat later kunnen aflossen. We hebben ook van de crediteuren waarmee we hebben herschikt, hebben we ook verlichting gehad van de rentevoet. Dus de rente is omlaag gegaan en dat helpt ons heel veel. We moeten nog van een paar grote crediteuren, onze grootste bilaterale crediteur, dat is China. Daar moeten we nog komen tot een overeenkomst. We zijn al aardig op weg om dat te realiseren. We hopen dat we dit jaar dat kunnen rondmaken. Maar ook al herschikken we, de schuldenlast is nog steeds heel groot. Voor dit jaar is de schuldenlast om en bij $350 miljoen. Voor volgend jaar wordt het 400. En het blijft in de komende 5 jaren tussen de $300 en $400 miljoen. En dat is heel veel dat de overheid moet aflossen. Maar het is ook heel erg belangrijk dat wij die schuld aanpakken. En het IMF-programma is heel erg belangrijk om te komen tot die herschikking. Waarom? Omdat het IMF-programma, voordat het programma van start ging, is het IMF samen met de lokale deskundigen aan het gaan uitrekenen hoeveel wij aan verlichting moeten ontvangen van de diverse crediteuren, zodat we in staat zijn om die schulden toch af te wikkelen en af te lossen. Zouden wij buiten het IMF-programma praten met crediteuren, zouden we gewoon moeten nemen wat zij ons aanbieden. Maar in het IMF-programma is het voor allemaal uitgezet, zodat wij samen, als we verlichting krijgen van alle crediteuren, we in staat zijn om die schulden op middellange termijn af te wikkelen. Dus daarom is het programma alvast van belang. Een ander punt wat ook belangrijk is, dat bepaalde crediteuren hebben aangegeven, ze willen niet herschikken met ons als wij geen IMF-programma hebben. En de grootste crediteuren daarbij, dat zijn de bondholders. De schuld van de bondholders is opgelopen tot $880 miljoen per mei. En zouden wij geen IMF-programma hebben, dan zouden ze niet met ons willen herschikken. Ook de bilaterale crediteuren zoals de persclubs hebben dat geëist. En waarom hebben ze dat geëist? Omdat ze zeggen van als je met IMF gaat samenwerken, als je zo'n programma aangaat, dan gaat IMF ons helpen om onze overheidsfinanciën weer gezond te maken. En gebeurt dat, dan kunnen we ervan uitgaan dat de economie op termijn gezond wordt en dat we in staat zullen zijn om al onze crediteuren te kunnen betalen. En het komen tot het herschikken van schulden, het inlopen van de achterstanden is heel erg belangrijk, omdat onze creditrating dan kan verbeteren. En het verbeteren van die creditrating is niet alleen maar belangrijk voor de overheid. Het is belangrijk voor, voor het totale land. Omdat de private sector ook belang heeft dat de creditrating verbetert. Want als bedrijven willen samenwerken met andere bedrijven in het buitenland, dan wordt gekeken naar die creditrating. Niet alleen maar van het bedrijf, maar ook van het land in zijn totaliteit. Dus het schuldenproblematiek, om dat aan te pakken, is van belang. Ook om het vertrouwen naar het buitenland te verbeteren, zodat ook dat een effect heeft om investeringen te kunnen aantrekken in de toekomst. Dus dit is wat ik wil doorgeven, minister. Dank u. Dank u wel, mevrouw Dwarkasin. Mag ik nu de microfoon doorschuiven naar meneer Hassankan als vertegenwoordiger van het onderhandelingsorgaan? Ja, dank u wel. Wij als onderhandelingsorgaan zijn al een tijd bezig met de vakbonden. En ik wil even teruggaan voor 1 minuut naar eind april dit jaar. We hebben een gesprek met de clusterministers gehad naar aanleiding van eisen van vakbonden. En dat was toevallig in het DNA-gebouw. En daar is ons heel uitdrukkelijk meegegeven van de boodschap is, er is geen geld voor dit jaar. En dus we hebben niks te bieden. En daarmee moesten we gaan onderhandelen met vakbonden. Die hadden looneisen, plus nog eisen over allerlei toelagen, waarover wij met hen hadden afgesproken dat we dit jaar met hen zouden praten. En ik wil dit benadrukken. Naast wat nu geëist is en waarover de regering op het hoogste niveau met de vakbonden probeert afspraken te maken, hebben we nog lopende gesprekken met vakbonden over toelagen. Dat gaat nog erbovenop komen.
Dus dit wil ik ook onder jullie aandacht brengen, dat er nog wat bij gaat komen. En dat zal verder afhankelijk zijn wat voor komend jaar aan middelen beschikbaar zijn. Ik moet aangeven dat wij tot voor kort heel prettig hebben onderhandeld in een sfeer van vertrouwen naar elkaar toe, met respect voor elkaar. En dat verder niemand wil dat wij in een situatie belanden waarbij wanneer je een eis hebt gesteld van ik wil 50% loonsverhoging, dat voordat je het geld ontvangt, de waarde ervan al is verdwenen. Dat is een situatie die we in het verleden hebben gehad. En indien wij nu daaraan toegeven, dan gaan we zo'n situatie weer krijgen. Ik ben geen econoom, maar ik ben historicus. Dus ik heb gekeken hoe het in het verleden is gegaan. En ik ben uit een heel arm klein landbouwersgezin gekomen waar we hebben geleerd. Je kan niet boven je stand leven. Ga alleen uitgeven wat je verdient en niet meer. En dat is de boodschap voor iedereen. Vanuit de vakbonden komen soms zulke onredelijke eisen van dat je denkt, hoe is dit mogelijk? Want zij zeggen, ja, de regering moet zorgen dat er geld op tafel komt. Maar waar moet het geld vandaan komen? Want wij zijn niet bereid belasting te betalen. Met heel veel hoop. Al zeker 20 jaar werd er gesproken over BTW. Voormalige minister Nuweilen, die had het erover en hij legde me uit. De nadruk van directe naar indirecte belasting, waardoor veel meer mensen belasting gaan betalen. We hebben nu eindelijk BTW ingevoerd, maar er zijn nog zaken die in orde moeten komen, waardoor veel meer aan BTW binnen kan komen. Wat ik wil aangeven, is dat wij nu 3 jaar achter de rug hebben, van veel lijden, pijn, moeite. De verwachtingen in 2020 waren hoog. De president was zelf zeer optimistisch. Hij geeft toe dat hij waarschijnlijk te optimistisch is geweest en dat wij nu redelijker, realistischer moeten zijn. En ik wil hierbij een beroep doen op de totale bevolking. En ik wil u meegeven, net voordat ik van huis vertrok, sprak ik met mijn huisbediende. En die zei, meneer, zorg goed dat u kiesimoni. En ik zei van, kunnen wij meer uitgeven dan wat wij verdienen? En uiteindelijk heeft ze het begrepen. En wanneer een minder geschoolde persoon het kan begrijpen, denk ik dat leiders het ook moeten kunnen begrijpen. Zij hebben verantwoordelijkheid. Wij zijn na lang onderhandelen, zijn we op een punt gekomen waarvan we dachten, we zijn er al. En ik moet eerlijk zeggen, de minister van Financiën die de bespreking heeft geleid, gisteravond zeer teleurgesteld. Ik ben teleurgesteld en ik weet zeker dat de vakbondsleiders ook teleurgesteld zijn. Omdat zij denken dat de overheid ergens een geheime pot heeft waaruit we meer kunnen geven. En ik ben overtuigd dat we die pot niet hebben. En nogmaals een beroep op iedereen. Dat wij met onze benen op de grond staan en proberen met reële eisen en verlangens eruit te komen. Met confrontatie gaan we er niet uitkomen. Dit is voorlopig mijn bijdrage. Dank u wel. Dank u wel. En dan geef ik het woord terug aan minister Somahadjo voor het slotwoord. Leden. Van de pers, u heeft de informatie gehad. U kunt nu misschien beter oordelen wat wel goed is, wat niet goed is, wat wel juist is, wat niet juist is. U ziet de emoties bij de heer Hassan Khan. We zijn al een tijdje bezig met de vakbonden. Laat me bij deze dan ook het beroep doen op het geweten van de vakbondsleiders. Een beroep doen op de reden van de vakbondsleiders om dit aanbod te accepteren. Omdat wij als regering niet gaan toestaan dat ten koste van alles wij de afgelopen jaren de opofferingen van het volk in de prullenbak gaan gooien. Dat gaan wij niet toestaan. U heeft de financiële instituten gehoord hoe weinig de ruimte is. En desondanks hebben we voor de maand
december, waar we 4000 netto willen geven, 350 miljoen opzij gezet. En voor de maanden juni, januari tot en met juni 1,7 miljard. Twee, we doen een beroep op hun geweten, op hun reden, want er is niet meer. En als ze deze aanbod niet accepteren, kunnen wij ze niks geven. Dus ook in de maand december is die 4000 weg. Er is niks meer op tafel. Ik snap als politicus, als geen andere, dat iedereen wil scoren voor een achterban. Maar soms is het beter om een knot over te slaan voor een betere knot. Als er vragen zijn vanuit uw kant, dan horen wij dat graag. Okay. Mag ik nu het woord geven aan leden van de pers? U vragen om naar deze microfoon hier voor te lopen voor het stellen van uw vraag, alstublieft. Graag ook aangeven aan wie u vraag wil richten, alstublieft. Ja, René Gompers van Star News. Voordat we overgaan tot die vragen, minister, zou u willen herhalen wat het bod is, precies, voor de duidelijkheid? Ja. Het bod vanuit de kant van de regering is in de maand december 4000 extra netto te geven, onbelast. En dan in de maand januari tot en met juni doorlopen van die 2500 SED koopkrachtversterking. Plus 8% op de bezoldiging. Dat gaat ons 1,7 miljard kosten van tot de maand januari tot en met juni. Netto. En in de maand december is het 350 miljoen. U zegt het zelf, dat is ons bod. Ik hoop dat ze die aannemen, want anders is er helemaal niks meer op tafel. Goedemiddag, Ryan LaRose, Sunweb TV. Geluisterd te hebben naar de verschillende presentaties vanuit de tafel. Als we het hebben over bezuinigen en besparen. Minister, ik zie hier dat wat is opgenomen qua commissies en werkgroepen, dat het hooguit per maand zo'n 8 miljoen SRD kan kosten aan de staat. Waarom doen we het niet zonder die commissies en die werkgroepen? Als er al zoveel ministeries zijn met zoveel werkarmen die vaak genoeg thuis zitten, hoe staat het daarmee? De minister van Binnenlandse Zaken was een traject gestart met betrekking tot het saneren van het ambtenarenapparaat. En hoe verre bespaart dit de staat kosten? Want als u een presentatie houdt waarbij u aangeeft dat wij als staat, of dat de staat 433 miljoen tekort is, er is 433 miljoen tekort aan middelen, hoezo? Als er zoveel stappen zijn ondernomen om te bezuinigen subsidies worden afgebouwd, hoezo kan er nog een te groot tekort zijn binnen de begroting van de regering? Dat zijn zo'n beetje de vragen met betrekking hoe kunnen we dus ervoor zorgen dat we toch wel alle zaken kunnen betalen qua schulden. Wat zijn dan de verdere oplossingsmodellen? De minister gaf aan, er is een bord van 4000 SED, is take it or leave it, zo komt het een beetje over. Maar als we kijken naar de ontwikkelingen die volgen, alles blijft maar duurder worden. De situatie in de wereld maakt ook dat alles duurder wordt. Hoezo is er dan een take it or leave it aanbod vanuit de regering? Ik denk dat de minister van Binnenlandse Zaken in zou kunnen gaan op deze vraag. Ja? Laat mij ingaan op de take it or leave it aanbod en dan kan collega Financiën de rest antwoorden. Het is geen take it or leave it aanbod. Dat zou betekenen dat wij iets op tafel hebben gegooid en dan weglopen. Maar nee, we zijn maanden bezig geweest. We hebben presentatie op presentatie gegeven. Nu zijn we zelf op het punt beland dat we als regering hebben besloten, laat de hele samenleving weten wat de juiste informatie is. Het is geen take it or leave it aanbod. Het is wel feit dat er nu nul op tafel is. Dus wanneer we niet akkoord, wanneer we geen akkoord bereiken, dan is er helaas niks voor de ambtenaren. Alvast in de maand december niet en daarop uit voortlopend. Het Public Sector Reform Programma, dat wordt uitgevoerd. Net als bij de veiligheidsbonden. Alles wat wij extra geven, moeten wij uit de breedte halen. Er is een aanvang gemaakt om 8000 brieven te versturen naar de mensen die zich niet hebben aangemeld bij de verplichte registratie. En als zij zich niet verweren, dan gaan wij dat stopzetten. Maar ik heb me te houden aan de personeelswet. Ja, kort aanvullend hoor. Hoe kom je rond als je 433 miljoen per maand tekort hebt? Je schippert,
Je probeert hier een beetje te betalen en daar een beetje te betalen. Alles een beetje in gang te houden. En ik denk dat u, als u goed geluisterd hebt naar de administrateur-generaal van het Bureau voor de Staatsschuld, hebben we achterstanden in de betaling van schulden. Dan loop je achterstanden in aflossingen op, omdat je andere dingen voorrang geeft. Je laat niet je ziekenhuis vastlopen, je laat niet je drinkwatervoorziening vastlopen. Dan denk je, ja, maar laat me dan kijken of ik een bank een maand later kan betalen. Maar dan krijg ik, die bank komt ook in problemen. Dus de structurele oplossing is tweevoudig. Eén, inderdaad bezuinigen. En minister Binnenlandse Zaken en ik zijn daar heel erg naar aan het kijken. Draaiende motoren van auto's die allemaal brandstof verslinden. Welke ambtenaren wel de commissiegelden. Telefoonkosten. We betalen 1 miljard US dollars aan telefoonkosten per maand. Terwijl overal internet aanwezig is. 40 miljoen SRD per maand betalen we aan telefoonkosten. Het is toch te gek. We betalen gigantische, dus aan de ene kant bezuinigingen, het public sector reformprogramma van minister Binnenlandse Zaken. En wij hebben daar goede werkafspraken over. En die gaan ingezet worden. Bezuinigen aan de ene kant en aan de andere kant de inkomsten vergroten. Dat verhaal hoort u al een tijd. Die inkomsten vergroten, dat is iets wat langzaam maar zeker gaat. En dat gaat de goede kant op, maar het is niet zo dat morgen alle oplossingen op tafel liggen. We versterken de Belastingdienst, we proberen bij de douane zaken te doen die het beter gaan maken. We hebben de niet-belastinginkomsten, zijn we sterk aan het verhogen. Ik heb u laatst bij de president gezegd, ik had aan de president beloofd, ik heb 4 prioriteitsgebieden voor het eerste jaar van mijn ministerschap. Dat was de koers stabiliseren en voldoende deviezen, de begroting in orde krijgen, de BTW-wet ingevoerd krijgen en succesvol laten zijn. En wat was het vierde ook alweer? Het IMF-traject. We hebben daar goede voortgang op alle 4 van die trajecten in bereikt. Ik wil dit jaar besteden aan dit. Inkomsten vergroten, uitgaven rationaliseren en zorgen dat de inflatie gestabiliseerd wordt. En ik denk dat in de goede samenwerking met de gemeenschap, binnen het kabinet, met de gemeenschap, met het parlement, dat zoals we geslaagd zijn om in die 4 gebieden het succes ook echt concreet zichtbaar te laten zijn, dat we in het komend jaar deze 3 gebieden, rationalisatie met public sector in de vorm van de minister van Binnenlandse Zaken, inflatiedemping met EZ en de gemeenschap vergroting van de inkomsten, dat we daarin voortgang gaan boeken. Amanda Pales, Key News. Minister Ragubashing, u had dus aangegeven in de vakbonden zijn bij u geweest en jullie hebben maanden gesproken met ze. Ze hebben enkele voorstellen ook gedaan om bepaalde zaken binnen BTW die bezwarend zou zijn voor de samenleving en voor hun leden, nader te bekijken. Is dat ook besproken? Is dat helemaal van de tafel geveegd? En wat zou, en ja, ik heb ook begrepen dat als we dat zouden kunnen aanpassen, als we dat nu zouden aanpassen, weet dat we eventueel in problemen zouden kunnen komen met IMF. Klopt dat? Ook met betrekking tot het verhogen van onze inkomsten, heeft u dus aangegeven dat u inderdaad werkt aan een aantal zaken, waaronder het versterken van capaciteit binnen de belastingen en de douane. Zijn de gesprekken daarvoor al geweest? Want u had aangehaald tijdens de regeringspersconferentie dat u gesprekken zou houden met ze. En nog één laatste vraag. We weten allemaal dat de maatregelen nodig zijn. We hebben duidelijk gezien in de presentatie van de heer Domini dat hij cijfermatig duidelijk de groei van onze economie ziet. Echter, merkt de samenleving dat nog niet in hun zakken, in hun portemonnee. En we weten allemaal dat
dit mogelijk voor een sociaal-maatschappelijke onrust kan zorgen. Ik had dat ook geopperd tijdens de IMF-persconferentie, waar ik heb aangegeven hoe gaan wij, of hoe gaat de regering in deze samen met IMF kijken om die rust toch te behouden, want we weten allemaal dat een van de strategieën mogelijk van de vakbonden is het beroeren van mensen om op straat te gaan. En dat hebben we dus nu niet nodig. We hebben geen herhaling van 17 februari nodig. Hoe gaat u dat verder communiceren naar de samenleving toe, dat zij 17 februari niet gaan herhalen? Dankjewel, Amanda. Voor BTW is de afspraak dat de BTW, er is dus voor het eerst dat bij wet een evaluatiecommissie BTW is ingesteld bij de aanname van de wet. En die evaluatiecommissie is met de Belastingdienst aan het werk om te kijken waar eventueel reparatie moet plaatsvinden. En dat moet binnen een maand, moeten die voorstellen moeten op tafel liggen. En die voorstellen, en er is ook gevraagd aan de Belastingdienst en aan de commissie, maar met name aan de Belastingdienst, om dat in voortdurende dialoog met het IMF te doen. Wij hadden het IMF een paar maanden geleden al gezegd dat hier wat gevoelige punten in zitten die we nader gaan bespreken. En daar hadden ze in toegezegd. Dus we gaan dat beslist met ze doornemen en hopen dat we er dus voor eind van de maand uit zijn, ook met het IMF, en dat we dus die reparaties in die wet kunnen doen. Ik denk dat in alle informatie die we gegeven hebben, dat wel zichtbaar is dat het niet zo is dat er niks gedaan is. Er is heel veel gedaan voor de gemeenschap. We hebben die 1800 net uitgelegd, die 1800 loopt. Naast die 1800 van het Social Beneficiary Program is de koopkrachtversterking voor de ambtenaren en gelijkgestelden. Er zijn 53.500 ambtenaren, maar de betaling gaat naar 86.000, meer dan 86.000 mensen, omdat gepensioneerden en ambtenaren gelijkgestelden ook in aanmerking komen voor die voorziening. Dus heel veel mensen in de bevolking, alle AOV'ers, kinderbijslag, al die zijn in 2 of 3 rondes zijn die allemaal verhoogd. Er gaat van onze begroting gaat 16 miljard gaat naar het sociaal beleid. Dat is best een grote hap van de begroting. Je kan het niet blijven doortrekken. Het voorbeeld wat ik de laatste 2-3 weken geef, is dat ik een collega-minister 2 weken geleden hier op bezoek had. En die zegt, luister, 96% van mijn begroting gaat naar personele lasten. Ik heb bijna niks meer over om voertuigen, om stroom, om beleid. Dat is een onhoudbare situatie. Dus die loonsom, wij moeten echt starten met het programma van public sector reform, om als er spookambtenaren zijn, als er bezuinigingen mogelijk zijn, als er overmatige boekingen zijn die onredelijk zijn van overwerk, dat we die moeten aanpakken en daaruit bezuinigen. Die 1800 is er geweest, die 2500 is er geweest. Ik noemde u net ook, de belastingvrije grens is van 220 in 2021 naar 4000. En van 4000 naar 7500. Dat is een hele grote tegemoetkoming aan zowel de werkers, niet alleen de ambtenaren, maar alle werkers overal, maar ook aan de bedrijven. Want wat die bedrijven dan netto betalen aan die werknemers, is ook bruto. Het is voor die bedrijven ook goedkoper. Daarnaast 4 miljard aan belastingontheffingen aan bedrijven. Er gebeurt heel veel. En ik denk dat in navolging van wat collega Bronte zegt en Maurits ook, wij willen de vakbeweging ook als onze partner zien om de boodschap naar de leden en naar de bevolking toe te brengen. Die regering doet wat ze kan. Wij proberen gewoon echt alles te doen wat mogelijk is. Als je dat touwtje te hard trekt en die gaat kapot, komen we in de situatie die geschetst is door Harry Dorini. En wij willen niet terug in die situatie waarbij die koers losgelaten wordt. Vandaag voor het eerst sinds maanden is de koers bij de centrale bank genoteerd. Iets onder de 38 weer. Ik zag hem vandaag weer 10 cent minder als ik langs die Cambio's rijd, op 37,10. Dat is
erg goed signaal. Het geeft ons geen extra geld, het helpt wel die stabiliteit. En je ziet ook langzaam maar zeker de stabiliteit in de prijzen van de winkels. In de prijzen van de winkels zie je dat gecorrigeerd worden. De regering is hard bezig om te kijken van waar kan je nog meer iets doen. Maar in dat zoeken naar waar kan je iets meer doen, moeten we kijken dat het touwtje niet breekt. Dat we alle doelen tegelijkertijd halen. En dat betekent dat het soms een beetje langzamer gaat. Soms een beetje langzamer dan we wensen. Maar we willen niet dat we, wat collega Bronto zei, dat we in de risicozone brengen wat we aan offers hebben gebracht in 3 jaren. Maar er gebeurt heel veel. Er gebeurt echt heel veel. En ik denk dat het ook goed is dat we onze gemeenschap informeren dat er veel gebeurt, dat er veel teruggegeven wordt. Er was ook gevraagd door Amanda's, meneer Cairo, u bent zo direct aan de beurt, over het resultaat van de gesprekken met de douane, had ik ook opgeschreven. Heeft u daar ook een reactie op? Ja? Oh. Meneer Cairo zie ik opstaan. Goedemiddag, Ivan Cairo voor De Ware Tijd en Caribbean Media Corporation. Ik zou graag willen weten hoeveel concreet dit jaar 2023 wordt afgelost aan buitenlandse schuld. Dat is 1. Er is hier net gevallen dat er vorderingen zijn in de besprekingen met China ten aanzien van die schuldherschikking. Maar naar ik heb vernomen, heeft China pas vorige week toen een delegatie hier was, een bod gedaan of een tegenbod gedaan op wat Suriname al die tijd had voorgesteld. Dus de vraag is, wat was het bod van Suriname? Bij de bondholders hadden we, het is begonnen met een heerkort van 70%. Wat was het bod van Suriname aan China? En wat is het tegenbod dat nu is gedaan? En voor meneer Dorini, u heeft aangegeven dat het komend jaar de centrale bank de bouw en constructie wil stimuleren. Kunt u misschien uitleggen hoe de bank dat wil doen, met welke instrumenten? Dank u wel. Dat we de eerste vraag kunnen stellen aan mevrouw Dwarkasing. Oké, dank u wel voor uw vraag. Ik ken het. De debt service voor dit jaar totaal is 350 miljoen. Oké. Okay. December dit jaar hebben we inderdaad 350. Totaal 350 miljoen voor het hele jaar. Tot en met. Dat is de debt service inschatting voor dit jaar volledig. Ten aanzien van China, we zijn veel dichterbij gekomen. Vorige week zijn we, was het vorige week? Ja. Vorige week was de missie hier en voor het eerst hebben we een stukje doorbraak gehad. Het bod wat wij vragen geen haircut. We vragen geen haircut van de bilaterale, geen nominale haircut van de bilaterale crediteuren. En we vragen wel een stukje renteverlichting en een uitspreiding van de debt service, vooral die van over de periode 2022-2024, dat we meer ruimte krijgen om die uit te zetten in soms tussen de 7 en 10 jaren. En in principe hebben we dus dat al van China gehad. Ze zijn ons tegemoet gekomen, maar we hebben ook zoiets wat we noemen comparability of treatment. Wat we van Paris Club hebben gehad, moeten we in principe ook van China krijgen. Anders gaan wij naar IMF en dan wordt het niet goedgekeurd. Want alle crediteuren moeten op gelijke wijze behandeld worden. Dus om die schulden van 2022-2024 te herschikken, zijn we al vrijwel overeen. Maar wat er moet gebeuren met de schuldpositie na 2025, daar moet China nog wat meer concessies doen, zodat het comparable is met wat Paris Club ons aanbiedt. En niet dat het van de kaart is. De delegatie die hier was, heeft wat meer mandaat nodig. Ze zijn teruggegaan. En we verwachten, er is in China een soort holiday. En dus na 6 oktober verwachten wij dat we weer met ze in contact kunnen treden om te kijken hoe dat proces met hun autoriteiten is verder besproken is. Zodat wij met een van de crediteuren van China, dat is de Ex-Im Bank, op korte termijn overeen kunnen komen hoe die herschikking eruit zal zien. En dan hebben we nog een andere crediteur, dat is de industrial
en Commercial Bank of China. Dan kan de herschikking van Ex-Im Bank China een basis zijn om met die andere crediteuren te herschikken. Dank u wel. Oké. En dan was er nog de vraag aan meneer Dorini over het stimuleren van de bouwsector. Ja. Wat we internationaal zien is dat bij in geval van recessie of bij een terugval van economische activiteiten, dat landen ertoe overgaan om de bouw en constructies te stimuleren. Het is bekend bijvoorbeeld China. Wanneer China haar economie wil stimuleren, gaan ze over tot de bouw van infrastructuur, van aanleg van wegen, bruggen, noem maar op. Dat is een van de krachtigste manieren om op korte termijn jouw economie te stimuleren. Wel nu, de centrale bank heeft samen met de banken een woningbouwfaciliteit van 7%, toch? En het is gebaseerd op de kassareserve van de banken. De banken mogen een deel van hun kassareserve gebruiken voor woningbouwfinanciering. En de rente daarbij is 7%. En ik denk, als we kijken naar het bedrag dat vrijkomt bij die van de kassareserve, dus dan zou voor volgend jaar adequate woningen kunnen worden opgezet. En wat we nu doen bij de Centrale Bank is dat we er naar kijken om dus dat bedrag waarvoor je in aanmerking kan komen aan te passen, maar ook jouw inkomen, want voor dat inkomen hebben we een plafond en dat plafond willen we ook optrekken, maar die rente blijft 7%. En we denken als we dit doen, dat daarmee een krachtige impuls kan worden gegeven aan de economie. En ik denk dat de banken ook iets daaraan verdienen. Want de kassareserve, dat gedeelte van de kassareserve, waar wij op doelen, is dat gedeelte wat de banken verplicht moeten op naar houden bij de centrale bank. Kosteloos ook nog. Maar door dit beschikbaar te stellen, verdienen de banken ook een 7% rente op datgene wat ze kosteloos moeten op naar houden bij de centrale bank. Maar ik denk dus dat het goed komt indien deze faciliteit in werking treedt. Als aanvulling, u noemt daar het bedrag van de kassareserve. Ja. Hoe groot is het voor 2024 geraamd? In elk geval, dat deel dat de banken zouden kunnen benutten, ik denk dat het zal meer dan 500 miljoen zijn. Ja. Goedemiddag, Maltini Dansing, Times of Suriname. Mijn vraag is gericht naar de ministers. Minister, u heeft aangegeven en u heeft ook in uw presentatie gezegd dat het bedrag van 1800 SRD heel nauwkeurig is uitgerekend. Nou is het laatste bulletin van de Suriname Economic Oversight Board uitgekomen van de week. En zij zeggen inderdaad, ze erkennen dat ook. Maar hun kanttekening daarbij is dat door het programma niet conform planning is uitgevoerd en de inflatie fors hoger uitgevallen is dan geprojecteerd in het programma, zijn de uitgangspunten voor dat bedrag dus achterhaald. Ze pleiten dus nu ook voor een gedegen hercalculatie van het minimumloon, de armoedegrens en de compensatie van de 1800 SRD. Graag reactie daarop. Minister Rakobasi. Ja, CEOP vervult een uitstekende functie in de gemeenschap. En dat blijkt hier ook. Dat is ook de regering niet ontgaan, dat er sinds die 1800 berekend is, sinds de laatste keer het minimumloon berekend is, dat omstandigheden gewijzigd zijn. Ook al zien we dat we gaan richting stabilisatie, dan nog zijn we ervan bewust dat hier waarschijnlijk weer naar gekeken gaat worden. En die discussie wordt ook wel gevoerd in de regering. Er wordt ook gekeken naar, komt er een nieuw minimumloon? Er zijn mensen die aan het rekenen zijn. Er zijn eerste cijfers die gedeeld worden, maar de discussie daarover is niet geweest. Ik kan u bijna garanderen dat als dat gebeurt, dat ook gekeken gaat worden naar de verhoudingen van prijzen en uitkeringen en wat daarmee te doen. Maar het is
laat me zeggen, wat ze op aansnijdt is correct, is terecht. Dat sluit aan bij wat wij ook denken. Daar is nog geen aangepast beleid op gekomen. Het zit wel in de aandacht van de regering. Goed, dat was de laatste vraag van die mevrouw van Times. Zijn er nog meer? Ja, Star News. Ja. Ministers, die banden hebben wel een week ultimatum gesteld. Wat nu? Wij maken dankbaar gebruik van die week. We gaan terugkoppelen met de president en dan aangeven, verslag geven wat er allemaal tot nu toe heeft afgespeeld. Maar feit blijft wel. Dit is het bod wat op tafel is. Ik gaf het net al aan. Soms is het beter om een knot over te slaan voor een betere knot. Met andere woorden, laat deze eis, de onuitvoerbare eis, laat dit keer over voor in de toekomst betere eisen. Maar wij gaan dankbaar gebruik maken van deze 7 dagen. Goed, dank u wel, minister Somadjo. Zijn er nog meer vragen vanuit de pers? Nee? Oké, goed. Mag ik alle heren en dames hartelijk bedanken voor uw bijdrage. En natuurlijk ook de pers dat jullie er waren op dit korte termijn. Heel erg veel succes met de uitvoering van het werk. Als we zo hebben kunnen luisteren naar de persconferentie, denk ik dat het heel duidelijk uitgelegd is hoe belangrijk het is dat we met z'n allen even door de zure appel heen bijten, duidelijk onderbouwd vanuit de verschillende instituten met de uitleg over de stand van zaken. En natuurlijk heeft u de gelegenheid gehad om de vragen te stellen en hopen we de volgende keer ook weer op uw duidelijke verslaggeving voor de vertaalslag naar de gemeenschap toe en ook weer de aanwezigheid, zodat wij u kunnen informeren betreffende de stand van zaken. Dank u wel, fijne middag en een prettig weekend toegewenst. En ook de mensen aan de tafel hartelijk bedankt.